Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik kom net uit de zon. Ik heb net een tijdje in de zon gezeten, genoten van het warme weer buiten. Dat doet ook wel eens deugd, want het is een tijdje echt regenachtig weer hier geweest in België. Dus nu is het weer heel goed warm. En dan dacht ik van, oh, ik ga buiten even in de zon genieten van het warme weer. Ik heb al heel veel last van puisten, zoals dat jullie kunnen zien in mijn wangen. Ja, daar ben ik heel gevoelig voor. Ik krijg dat regelmatig. Ja, als ik moet wachten tot dat voorbij is, kan ik nog heel lang wachten. Dus ik heb zoiets van, ik laat gewoon zien wie dat ik echt ben. En ik ben ook iemand die niet graag make-up gebruikt. Dus laat liever gewoon zien van wie ben ik echt, ook met mijn puisten die je dan kunt zien. Maar ja, ik ben gewoon echt en ik laat gewoon graag zien wie ik echt ben. Maar waar ik vandaag is zeker over wil vertellen, is dat er dus gisteren weer een prachtige drakenskul is aangekomen. Deze. Een echte beauty, zoals dat jullie zien. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Deze drakenskul wordt ook wel vaak blauwe obsidiaan genoemd. Hoewel dat ik vind dat deze ook wel een heel erg groene schijn heeft. Dus dit is voor mij meer groen dan blauw. Groen is mijn lievelingskleur, dus ik vind echt dat deze een prachtige kleur heeft. Deze leek me ook echt wel te roepen. Daarom heb ik gewoon mijn gevoel gevolgd en heb ik deze dus besteld. Ze voelt voor mij, de energie van deze drakenskul voelt voor mij heel erg vrouwelijk aan. En het voelt ook heel erg zuiver als ik die zo aan mijn handen hou. Ik hou deze prachtige skul tegen mijn hart of tegen mijn hoofd. Dan komt er heel veel rustige energie binnen bij mij. Ik word er heel erg rustig van. Het voelt heel erg zuiver aan. Deze wordt ook wel een waterdraak genoemd. En inderdaad, ik vind dat water een van mijn favoriete elementen. Ik voel me daar helemaal in thuis. Als je mij ergens in het water zet, dan komt het innerlijke kind bij mij naar boven. Dan word ik heel speels. En dan verdwijnen al mijn zorgen. Dus ja, dat voel ik ook wel bij deze, met de energie van deze draak. Alleen in plaats van speels word ik er dan meer rustig van. Maar het voelt ook heel erg zuiver aan. Water is ook iets dat heel erg kan zuiveren. En ja, de energie van deze draakskul voelt dus ook heel erg zuiver aan. Ik ben gestopt met mijn Engelse ondertiteling. Ik weet dat ik nu niet veel volgers heb die Nederlands spreken. Maar hopelijk komen die nog wat meer binnen. Omdat het toch wel veel werk is voor mij. En omdat ik dan altijd maar hele korte filmpjes kan maken. En dan niet veel informatie erin kan zetten. En ik ben wel iemand die wel iets liever langere filmpjes maakt. Daarom veel Nederlandse mensen die ik volg. Zowel van Nederland als van België. Die praten ook gewoon Nederlands en die zetten ook geen Engelse ondertiteling. Dus ik heb dan zoiets van, waarom moet ik dit doen? Als andere mensen die Nederlands spreken dit ook niet doen. Dus voel ik mij er gewoon wel beter bij als ik gewoon Nederlands spreek. En niet constant met die Engelse ondertiteling bezig ben. Ja, hopelijk krijg ik nog wat meer mensen die Nederlands spreken als volgers. En anders, ja, dan... Tja, ik heb gewoon vertrouwen van, het komt wel zoals het hoort te komen. Dus daar ben ik ook wel echt aan het leren, meer vertrouwen hebben. En het komt allemaal wel goed. Het komt wel goed zoals dat het hoort te zijn. Maar ik wou dus eigenlijk vandaag eens heel graag over mijn nieuwe waterskuldraak vertellen. Ik laat het nog eens even zien aan jullie. Ja, het is echt een beauty. Heel erg zuiver. Echt wel meer een groene schijn, vind ik. Dus ik zou hem ook wel groene obsidiaan kunnen noemen.
in plaats van blauwe obsidiaan. Ja, ik ga hier even afronden. Ik ben al meer dan 5 minuten bezig, zie ik. Ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne avond en heel erg veel liefs van mij.